Er gaan momenteel opmerkelijke verhalen rond over Synergy, de partner van Marten van K3. Volgens hardnekkige geruchten zou Synergy niet alleen pikante berichtjes sturen naar andere vrouwen, maar ook daadwerkelijk afspraakjes hebben gehad in een hotel. Juise Ganol heeft vandaag onthuld dat Synergy in contact staat met andere dames. Een vrouw, die lange tijd met hem in gesprek was, heeft naar verluid alles gedocumenteerd. De communicatie vond plaats via foto's die slechts eenmaal konden worden afgespeeld. En deze dame heeft alles stiekem gefilmd, waardoor een groot deel van het gesprek nu openbaar is. Op Instagram deelde Juyse Ganol een foto waarop een deel van Synergy's lichaam te zien is. Dit is slechts het topje van de ijsberg, want er zijn nog meer foto's die we niet kunnen delen vanwege hun expliciete aard, al dus het kanaal. Maar het verhaal neemt een nog opvallender wending. Op een bepaald moment vergezelde Synergy Marten tijdens een optreden en verbleven ze samen in een hotel. Terwijl Marten in de zaal was, zou Synergy contact hebben gelegd met een andere vrouw in de buurt en haar uitgenodigd hebben naar het hotel te komen? De twee zouden elkaar hebben ontmoet in de parkeergarage, waarna ze samen naar de hotelkamer gingen. Volgens Juis en Ganol zou er daar het een en ander zijn voorgevallen, en de dame in kwestie beweert bewijs te hebben in de vorm van stiekem genomen foto's van Synergy in het hotel. Dit gaat echt te ver. Terwijl Marten op het podium staat, bevindt hij zich met een ander in hun hotelkamer, al dus Juis en Ganol bij de onthullende beelden. Deze schokkende onthullingen werpen een nieuw licht op de relatie tussen Synergy en Marten, en de fans van K3 zijn ongetwijfeld in afwachting van verdere ontwikkelingen in deze spraakmakende zaak.